Mijn naam is Lex van Elten, ik ben 49 jaar, geboren en getogen in Hengelo, nu woonachtig in Amersfoort en mijn beroep is illustrator. Achter je bevindt zich de skyline van Almelo. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik teken heel veel skylines. Ik begon met Amersfoort, maar inmiddels heb ik iets van 25 skylines getekend. Eén daarvan is Almelo. Die heb ik een jaar of wat geleden getekend. En zoals bij alle skylines die ik maak, is het een compilatie van gebouwen die ik het leukst vind aan een stad. Hoe is dit werk tot stand gekomen? Dit specifieke werk bij de ROC is een aanvulling op de bestaande tekening. Dus gebouwen die er al in zaten, die hoef ik dan niet opnieuw te tekenen. Maar in samenspraak met de ROC heb ik er een flink aantal gebouwen aan toegevoegd om te komen tot deze enorme breedte. Wat is er opvallend aan dit kunstwerk, mogen we wel zeggen? Wat daar opvallend aan is, vind ik zelf lastig om te zeggen, maar ik hoor vaak dat men de klare lijn, zoals dat dan heel leuk vindt, dus dat het strakke lijnen zijn, dat het niet in kleur is en dat er altijd wel wat te zoeken is. Mensen gaan er altijd naar kijken en ontdekken altijd weer wat nieuws. De ROC De Sumpel is opnieuw vernieuwd of herbouwd en ter gelegenheid daarvan is dit kunstwerk gemaakt. Ik vind het erg leuk om dit kunstwerk voor het eerst te zien op deze opening van de verbouwing. Helemaal omdat ik een oud leerling ben. Ik heb hier in 1998 op school een koksdiploma gehaald. Dus ik vind het leuk om twee redenen. Ten eerste omdat ik hier zelf op school heb gezeten. Ten tweede om het kunstwerk nu in het echt voor het eerst te zien. En hoe ben je tot het illustreren gekomen? Tekenen deed ik eigenlijk altijd al. Dat is iets wat ik niet geleerd heb, maar gewoon altijd al kon. En ik was vroeger erg geïnspireerd door de strips van Asterix. Daar zag je altijd die tekeningen van Rome met heel veel details en heel veel huisjes. Dus dat tekende ik als kind al. Vandaar dat ik een soort liefde heb voor architectuur. En via een lange omweg met heel veel beroepen die niets met tekenen te maken hebben, ben ik uiteindelijk zo rond mijn 40ste professioneel gaan tekenen. Heb je al reacties gehad op de skyline? Op deze skyline heb ik zeker reacties gehad van wildvreemde mensen die me mailen en zeggen: kan ik dat ook thuis krijgen? Wat kan? Dus ik heb er veel reacties op gehad. Is het de bedoeling dat de skyline ook nog op andere manieren gedrukt wordt? Nou, dat mag altijd. Die mogelijkheid is er in ieder geval, omdat het weliswaar handgetekend is, maar wel als digitaal bestand beschikbaar is. En je het dus op mokken, koekblikken of muren kan printen. Maar het beeldrecht ligt en blijft bij jou? Ten alle tijden. Ik wens je heel veel succes, Lex. Dankjewel. En bedankt voor dit vraaggesprek. Graag gedaan.